Ik begrijp dat er wel een golf van teleurstelling door de zaal gaat, want ik stond oorspronkelijk helemaal niet op het programma. Maar Jetta Kleinsma stond op het programma. En mij is gevraagd om haar te vervangen. Want Jetta kon niet. Moest vandaag in de kamer zijn. Dus toen ik dat verzoek kreeg, toen heb ik onmiddellijk ja gezegd. Want je moet alles in je leven één keer meemaken. En mij is nooit eerder gevraagd, in tegendeel zelfs, om een staatssecretaris te vervangen. Meestal word ik gevraagd om een staatssecretaris tegen te spreken. Dus mijn oorspronkelijke werktitel voor mijn verhaal hier was dan ook wat Jetta Kleinsma had moeten zeggen, maar zeker niet gezegd zou hebben. Dat leek mij een hele leuke werktitel. Maar na het ochtendprogramma weet ik niet zeker of dat tweede deel eigenlijk klopt. Want misschien is het wel zo dat dat tweede zinnetje, misschien had ze wel op artikel 16 gewezen. En dan zegt van, dames en heren van de sociale diensten of de diensten van werk en inkomen of hoe ze ook allemaal heten, u kunt uw gang gaan. U heeft veel meer vrijheid dan u mij steeds toebedenkt. Ik acht dat niet heel waarschijnlijk dat ze dat gezegd zou hebben, maar het is toch denkbaar. En het geeft een beetje aan, ik weet niet of ik, het geeft een beetje aan hoe wij in Nederland denken over wat we zouden kunnen noemen een decentrale staat. En het is niet alleen zo dat die decentrale staat, dat wij daar, het is eigenlijk, we zitten nog in een soort denkgevangenis die eigenlijk nog ruim voor 1 januari 2015 zit. En het is niet alleen, ik denk dat de staatssecretaris en vooral ook de Tweede Kamer daarvoor een belangrijk gedeelte nog in gevangen is. Maar ik denk eigenlijk ook dat wij daar op dat allerlaagste niveau misschien eigenlijk ook wel gevangen zijn. Want de vraag was net, wie heeft artikel 16 niet toegepast? Maar misschien ging er nog wel één vraag aan vooraf, namelijk wie wist er überhaupt van artikel 16? En we moesten kwetsbaar zijn om de boek van Pieter in ontvangst te mogen nemen. Ik moet zeggen, ik wist wel dat er wat uitzonderingsbepalingen waren, maar al die artikelen heb ik zelf eigenlijk niet nageplozen. Terwijl wij toch wel heel veel zaken over de decentralisatie schrijven. En het is precies eigenlijk dat we misschien onszelf ook nog wel gevangen doen zijn, zeg maar, in die metafoor of in die denkwijze van een soort centrale staat die weliswaar decentraliseert, maar waar allerlei bepalingen aan zijn verbonden, zodat we eigenlijk niet in die vrijheid zitten die we eigenlijk nodig hebben om datgene te doen wat eigenlijk zou moeten. Terwijl we eigenlijk dat wel weer zouden moeten doen. Dus die kronkel die is niet alleen op konto te schrijven van mevrouw Kleinsma, maar die zit ook in onszelf. En dat is eigenlijk dat is eigenlijk waar we van los moeten komen. En dat is dus niet een proces van dat we alsmaar Den Haag iets moeten verwijten, maar we moeten eigenlijk, en dat was wat wij met bestuurlijke ongehoorzaamheid bedoelden, we moeten eigenlijk het lef tonen om die vrijheid ook daadwerkelijk te claimen. En dat betekent eigenlijk dat we inderdaad de wetgeving van de overheid steeds meer als een soort raamwetgeving moeten zien en de uitzonderingen en de mogelijkheden daarop moeten toepassen en de vrijheid in de uitvoering moeten zoeken. Maar toch is dat een heel ingewikkeld probleem. En dat is ook wat wij op sociale vraagstukken proberen te doen, waar Pieter en ik 1 keer in de 14 dagen... als een soort bijna anarchistische rapporteurs van de 3 decentralisaties proberen duidelijk te maken. Namelijk dat het toch nog dat het hele proces van decentralisatie zo'n enorme omwenteling is en zulke ongelijktijdige tempo laat zien, dat er nog in heel veel instanties die eigenlijk jarenlang bezig zijn om als het ware hun processen te optimaliseren, de UWV en misschien grote delen van de sociale diensten eigenlijk ook, terwijl de beweging die we nu maken eigenlijk steeds meer om bijna op maatwerk op het niveau van casuïstiek. En dat je al die processen en al die verschuivingen, als je ziet dat die tempo's eigenlijk niet gelijk zijn en dat daar nog heel veel spanningen in zitten. En dat het dus heel erg moeilijk is als je jarenlang in een soort grootschalige operatie, de UWV met alles bij elkaar, helemaal in het land georganiseerd, als je dan plotseling mee moet gaan denken en mee moet gaan bewegen in deze vorm van decentralisatie. Dus decentralisatie gaat niet alleen over gemeentetaken, maar gaat dus eigenlijk ook over hoe er in het UWV wordt nagedacht, of bij andere grote organisaties, of bij het CIB, of bij de Belastingdienst, over in wat voor staat wij gaan leven.
En wat voor, hoe de verhoudingen tussen de nationale staten en de lagere staten en de grote instituties zijn. En daarin is ons denken eigenlijk nog maar heel erg weinig gevorderd. En elke keer als er iets gebeurt, dan schieten we terug in die reflex van het oude denken. Dan zoeken we een schuldige in Den Haag. Of dan hebben we nog een monitor waarbij, zoals Han Noten vanochtend zei, om informatie wordt gevraagd die dan allemaal op één hoop wordt gegoven, zodat we een mooi gemiddelde hebben, zeg maar een soort rapportcijfer. Maar waarmee dan iemand in Den Haag of een journalist, de staatssecretaris of de minister kan zeggen van nou, u heeft maar een 6,5. Terwijl de werkelijkheid is natuurlijk dat die cijfers er niet meer toe doen. Precies zoals Han Noten het vanochtend ook zei, die cijfers doen er eigenlijk niet meer toe. Het gemiddelde is niet meer veelzeggend. Het gaat juist om dat we selectie en variatie, en dat we diversiteit aan het organiseren zijn, en dat we met elkaar het vermogen moeten ontwikkelen om dat A te zien en B daaruit te gaan leren. Dat betekent eigenlijk dat monitoren eigenlijk een heel oude, misschien nog wel een soort kennistraditie was die bij die vorige tijd hoorde. En dat het nieuwe leren en het nieuwe kennis verzamelen eigenlijk veel meer gaat van hoe doen ze het daar? En hoe doen ze het daar? Wat zijn de patronen die mensen daarin volgen? En wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de ervaringen die we op een horizontaal niveau aan het uitwisselen zijn? En dat is eigenlijk precies, nou, ik ga nog even terug, wat je steeds eigenlijk toch weer niet ziet gebeuren. Han Noten beloofde vanochtend even iets over de kinderombudsman te zeggen. Hij kwam er niet aan toe, dus het is heel goed dat ik dat dan even kan doen. Want die zit eigenlijk ook nog in die reflex. Hij kwam een paar weken geleden in het rapport met een enorm zorgelijk patroon dat gemeenteambtenaren zeg maar, op de stoel van de professionals gingen zitten en de diagnose overnamen, alle medische informatie verzamelden om dan iets anders te doen wat die professional eigenlijk zou willen. Dat is tamelijk alarmerend en dat zou ook zo zijn. Maar hij werd als het ware in dat korset gedwongen om dat bij elkaar te pakken, als een hele kwalijke boodschap te zien en dat als het ware op het bordje van de staatssecretaris te zeggen. En die zei van ja, dat is wel ernstig, daar moeten we wat aan doen. Allemaal de verkeerde reflex. Zelfs als je het rapport leest, dan zie je dat dat veel gedifferentieerder is. En zelfs als je de reactie van de VNG zou moeten zien, die had eigenlijk moeten zeggen, wat wij gaan doen is met uw rapport en uw ervaringen bij een stuk of 8 of 10 van die gemeentes even polsen hoe dat daar gaat. En dan halen we verschillende verhalen op en dan gaan we kijken hoe dat allemaal zit. Want het is niet zo dat die ene incident ergens in Helmond als het ware een pas pro toto is voor het falen van het totale systeem. Met die redeneringen komen we eigenlijk niet verder. Dus je moet eigenlijk, als je een verhaal vertelt over de decentralisatie, altijd de disclaimer erbij zetten. Ik spreek niet de waarheid, want de waarheid bestaat niet meer. En u kunt mij daar dus ook niet op aanspreken en zeggen, het is maar een 8 of een 7 of een 6. Hè? Dat rapportcijfer geven, dat moet u dus ook vooral niet doen. Want ik geef maar een indruk van bewegingen die in de werkelijkheid zich voordoen. En je moet het vooral niet met de werkelijkheid verwarren. Maar wat we dus zien is in Nederland eigenlijk een ongekende operatie. Ik denk dat we in de publieke sector, voor zover in ieder geval ik erover schrijf, en dat is al behoorlijk lang, niet eerder zo'n grote troepenverplaatsing hebben gezien. Met grote gevolgen van dien. Het is niet alleen dat, nou ja, misschien wel 100.000 mensen op 1 januari op een andere plek gingen werken met andere collega's te maken hadden dan voordien. Maar het is natuurlijk ook dat daarmee instituties in een andere modus kwamen. En dat burgers ook niet meer precies wisten wat er aan de hand was. En dat ambtenaren in dat gemeentelijk apparaat moesten bedenken hoe zij deze nieuwe werkelijkheid gingen aansturen. En je kan eigenlijk zeggen van onze taak, of mijn taak, met Pieter en ik zijn taak, is dat wij dachten van, we hebben heel veel verhalen verteld met prachtige verhalen over wat er allemaal als krachten onder die decentralisatie zit, welke beloftes ermee te maken hebben. Maar het is dus nu zaak eigenlijk om veel dichter bij die werkelijkheid en Nederland als een soort lab te zien en te gaan kijken van, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat zijn de verhalen? Waar lopen mensen tegenaan? Wat zijn de tegenspraken die in deze enorme grote verandering als het ware opdoeken? Wij willen niet meer dat grote verhaal over die decentralisaties vertellen, maar eigenlijk laten zien wat dat in de werkelijkheid allemaal in beweging heeft gebracht. En als het even gaat over waar we het vooral vandaag over hebben, zie je ook dat ten aanzien van werk en inkomen, die sociale wijkteams, een van de centrale middelen om die verandering als het ware door te voeren, dat de taken die waar u voor staat, zeg maar voor een groot gedeelte of voor een belangrijk gedeelte ook naar die wijkteams ging. En de vraag is, wat wij uit onze ervaringen zo door het land heen lopen als anarchisten en overal de vinger in steken en kijken hoe gaat het nou hier, wat we hebben gezien het afgelopen jaar. Waar zijn we nu eigenlijk met die decentralisaties? Met die disclaimer die daarbij hoort, want het is natuurlijk raar om over trends te praten als je tegelijkertijd zegt dat je juist de diversiteit zou moeten beweren.
Maar ik denk, en het is een schema wat u misschien even tot u moet laten doordringen, want het is heel ingewikkeld lijkt het. Maar ik heb hier aan de linkerkant gezegd, in een soort rode ondergrond, van daar zijn wij nu. Dat is het proces eigenlijk zoals dat nu gaat. Maar het is nog niet het proces zoals het eigenlijk had moeten gaan of waar we naartoe moeten. Dat is eigenlijk wat je aan de rechterkant in het groene gedeelte ziet als een soort, ja, het gaat over de bedoeling van Wouter Hart, het boek wat u waarschijnlijk allemaal al gelezen heeft. Als u het niet gedaan heeft, dan moet u het nog gaan doen. Dat is inderdaad een hartstikke interessant boek. Wat is de bedoeling? Waar moeten we naartoe? En dan zien we eigenlijk, en dat is het grote risico waarin we zitten, dat we zo'n enorme opgave met elkaar te doen hebben, dat het echt niet gering is, dat we eigenlijk de opgave als zodanig al als het eindstadium zien. Dus als we die wijkteams nu maar overal zeg maar, op de kaart hebben gezet, dan hebben we eigenlijk een enorme klus geklaard. En dat zie je eigenlijk, en je ziet dat er een aantal van die tendensen een rol spelen. Nou ja, het is die wijkteams, tegelijkertijd is het niet de kunst om een wijkteam neer te zetten, maar juist om de basis van die wijkteams, de verankering in die wijk. We gaan niet voor niks gebiedsgericht werken, omdat we als het ware een soort operationeel gebied nodig hebben. Daar hebben de burgers niet om gevraagd, maar daar heeft eigenlijk de bureaucratie om gevraagd. Om al die grote doelstellingen die we hebben, die als het ware ergens neer te dalen en met elkaar in een soort professionele praktijk met burgers tot een nieuwe verhoudingen te doen. Dat is wat erachter zit. En we zien dus eigenlijk voor een belangrijk gedeelte dat die wijkteams zich min of meer specialiseren in de zorg. En dat die verhouding met die burgers eigenlijk een beetje later hoofdstuk is. En dat het integraal werken eigenlijk ook voortdurend een vraagstuk is. Want wat we hebben gedaan is de decentralisatie als het ware weer verkokerd doorvoeren. Tot in het gemeentelijk apparaat. De participatiewet die zie je eigenlijk bijna niet terugkomen. Ondanks het idee dat dat wel belangrijk zou zijn. In de formatie van die wijkteams. Het is heel minimaal. Wij komen het eigenlijk nauwelijks tegen. Misschien is het goed om dadelijk even uit de zaal wat andere ervaringen naar boven te halen. De jeugd wordt als het ware apart neergezet in jeugd- en gezinteams. En dan heb je de WMO. En dat schippert zo in die wijken, in die steden, als het ware langs elkaar heen. Daarmee is er ook weer een accent op het individueel ondersteunen. Terwijl eigenlijk de belofte was dat we juist het netwerk zouden ondersteunen of in stelling zouden brengen. De sociale diensten, ja, die decentraliseren met alle respect en al die ingewikkelde taken eigenlijk toch een beetje op hun eigen houtje. Die verhouding met zorg is er eigenlijk niet bij. Behalve dan dat sommige delen van het bestand misschien wel heel graag als het ware overgeheveld worden naar het sociaal wijkteam. Met de mededeling veel succes. Groep 3 en 4. Of hoe heet dat? Categorie 3 en 4. Terwijl juist natuurlijk die expertise van die in uw instellingen zit of in uw institutie zit, als het ware ook mee moet in dat proces. Nou ja, dan hebben we nog de generalist. Iedereen in die teams wordt ineens plotseling geacht hetzelfde te doen, wat tot hele rare figuren leidt. Terwijl natuurlijk de kunst is om die kennis en die deskundigheden bij elkaar te brengen. De moeizame verhoudingen met de tweede lijn, u kent het eigenlijk allemaal. We zijn, daarom was ik zo verbaasd dat u vanochtend allemaal bleef zitten op de vraag van, hoe lang zijn we al bezig? We moeten nog een heel lang proces gaan. We moeten eigenlijk door blijven innoveren, doorontwikkelen. En op dat punt moeten we eigenlijk ook heel veel creativiteit met elkaar brengen. Want het is inderdaad waar. Dit is een uitspraak die ik altijd mooi genoteerd heb van Erik Gerritsen, die na een paar jaar bij het bureau jeugdzorg in Amsterdam tot de conclusie kwam. Ja, wij moeten eigenlijk, als we mensen op een of andere manier laten participeren of werk geven, dat is dan eigenlijk de beste jeugdzorg. Dat moeten we, die dimensie moet als het ware mee in ons. En dan zie je eigenlijk toch dat al die mooie beloftes die wij in zitten, en die passen in deze woordwolk, zoals dat dan heet. Het gaat over burgerschap, het gaat over wederkerigheid, het gaat over activeren, over informele netwerken, informele zorg, formele zorg, het gaat over community. Dat we eigenlijk op zoek zijn naar professionele praktijken waarin al deze middelen met elkaar verbonden worden. En dat is op een of andere manier, in welke vorm je het ook doet, de intentie achter die gebiedsgerichte aanpak. Dat je daar als het ware met elkaar die verbinding gaat maken. En dat is een vorm van denken die je wel steeds moet zien te activeren. En wijken zijn dus die laboratoria om dat te doen. En dan is het natuurlijk best treurig om te horen dat eigenlijk heel veel instanties op hun eigen houtje die wijk intrekken. Al was het omdat daar misschien wel het toekomstige marktaandeel ligt, of omdat iedereen het doet of wat dan ook. Maar tegelijkertijd is die
collectieve sfeer, die sfeer van dat je juist al die principes van de participatiesamenleving met de zorg en de participatiewet met elkaar op een plek zou moeten verbinden. En dat je daar als professionals een open agenda voor moet hebben, dat die eigenlijk nog maar mondjesmaat ontwikkeld is. Nou, wat moet er gebeuren? Het is in ieder geval wel zo, en dat was natuurlijk mooi om dat tegen Jetta Kleinsma te zeggen, dat het Rijk een aantal dingen moet doen. Alle mooie dingen over vrijheid, maar volgens mij is er dus ook nog wel een Rijksaccountantsdienst. Die de neiging heeft om toch te controleren op rechtmatigheid en of die uitspraken en of dat ene potentiële beroep wat je hebt gedaan op die uitzonderlijke bepaling eigenlijk wel door de beugel kan. En voor je het weet staat er een negatief vinkje en begint eigenlijk toch die oude verhoudingen weer terug te komen. Dus de vraag of we de Rijksaccountantsdienst dan ook niet veel meer moeten uitdagen om dat soort uitspraken te doen. En ik weet eigenlijk nog niet hoe vaak het Rijksaccountantsdienst eigenlijk mensen op het lokaal niveau al met dit soort bepalingen op de vingers heeft gewezen. Ik denk dat het heel goed is om die ervaringen ook uit te wisselen. Maar het is in ieder geval op die punten dat de autonomie van gemeenten daadwerkelijk groter moet worden. Dat zijn dus heel veel bepalingen. We hebben het over de taalplicht, maar ook over de kostendelersnorm. Hoe kan je een verhaal vertellen over de participatiesamenleving als je tegelijkertijd instrumenten rondstrooit die dat als het ware op de kleine schaal beperken? Maar het gaat eigenlijk ook over een wat groter principe. Ik noem het maar, zeg maar, het gemeentelijke schadeprincipe. Dus als de maatschappelijke kosten, voor gemeenten aantoonbaar hoger zijn dan de baten van het Rijk, of het gaat om belastingen of over de CIB, dan zou je eigenlijk, en dat hoort bij dat decentrale denken, dan zou je eigenlijk de afhandelingsverantwoordelijkheid als gemeente mogen overnemen. Het is alleen een economisch principe, want het Rijk jaagt je op bijzonder hoge kosten. Mag je dan eigenlijk ook de macht en de mogelijkheden hebben zeggen van laat ik het dan goedkoper doen, want ik ben degene die het uiteindelijk moet bepalen. Dat is een vorm van denken waar de gemeentes volgens mij veel meer voor zouden moeten staan en dat ook naar voren moeten brengen. En noem het geen bestuurlijke ongehoorzaamheid, maar dan bestuurlijke lef. En als je die vrijheid van Den Haag krijg je niet vanzelf, die zal je ook als het ware politiek moeten organiseren. Sturen op integraliteit en samenwerking in gemeenten. Het is natuurlijk zeker naarmate de gemeente groter is, zijn die kokers nog heel erg aanwezig. En het is ook op gemeentelijk niveau, is althans onze ervaring, maar het zijn maar trends, dat echt samen denken, dat echt proberen die begrippen van wederkerigheid, participatiewet, zorg op een goede manier met elkaar verbinden en ook daar kennis aan toe te voegen, dat die eigenlijk vaak nog niet aanwezig is. De kokers op gemeentelijk niveau zijn nog steeds keihard. En dat betekent dat elke gemeente vanuit die doelstellingen van innovatie of vanuit die doelstellingen die onder dit proces zijn, eigenlijk ook voortdurend een energieke innovatieagenda zou moeten hebben. Dat experimenteren, want we gaan een nieuwe werkelijkheid tegemoet, dat gaat natuurlijk helemaal niet vanzelf. Daar moet je echt vormen voor vinden, voorhoeders voor creëren die als het ware ja, een leerpotentie geven aan de rest van de gemeente. Dat betekent ook dat het ontkokeren in de zin van financiering, eigenlijk dat we daar nog veel systematisch over moeten doordenken. Het gaat over populatiegebonden financiering, over wijkgebonden financiering. Daar zijn we nog eigenlijk heel spaarzaam mee, maar ik denk dat dat een logische consequentie is van dit hele proces. En dat die diensten dus, het zit een beetje al in het ontkokeren, moeten meebewegen. We kunnen niet zeggen, ja, wij gaan wijkgericht werken omdat we de zorg nabij bij mensen willen brengen. Dat gaat dan beter en dan krijgen we maatwerk. Nee, dat is dus eigenlijk een beweging die door dat hele gemeentelijk apparaat zou moeten gaan. Het is een manier van denken die eigenlijk omgekeerd is met de oude werkelijkheid. Die overal zijn gevolgen zou moeten hebben. En niet een kwestie is van, nou ja, dat doen ze daar bij de afdeling jeugd en zorg. En dat doen wij op een heel andere manier. Het is de kunst om dat steeds bij elkaar te brengen. En om leerprocessen te organiseren en zo'n congres als dit is er een vorm van, maar het kan natuurlijk ook regionaal of gestuurd worden door belangenorganisaties, waar je van elkaars ervaringen leert. En dus van kleine, ik zeg het eigenlijk nadrukkelijk erbij, van kleine en middelgrote gemeenten. Want die hebben eigenlijk, het moet maar eens gezegd worden, vaak een ontzettend groot voordeel. De schaal, als wij bij een gemeente komen die nou ja, zeg 80.000 inwoners heeft, dan zie je eigenlijk dat iedereen elkaar zo'n beetje kent. Dat er zijn 4 corporaties of 3 corporaties, er zijn 2 grote aanbieders in de zorg. Nou ja, mannen en vrouwen moet je tegenwoordig zeggen op het hoogste niveau, die kennen elkaar zo'n beetje. Dus de lijnen zijn eigenlijk kort en ook de lijnen in het gemeentelijk apparaat zijn kort. En dat zijn allemaal condities en voorwaarden om snel op dit terrein verder te gaan. En kom je in Amsterdam, waar ik zelf vandaan kom, en Pieter ook een hele goede ervaringen heeft, dan zie je eigenlijk dat
heel veel lagen zijn die het zo ingewikkeld maken dat mensen eigenlijk in de noodzaak, voordat ze wat gaan doen, moet wel eerst 4 of 5 keer uitvergaderd worden en langs heel veel kanalen besloten worden, waardoor je eigenlijk een enorme beleidsbal krijgt die dan weer heel moeilijk teruggaat naar de praktijken die ertoe doen. Dus de innovatie in dit land komt helaas, ik hoop niet dat ik iemand echt beledig, niet direct uit de grote steden, maar eigenlijk juist veel meer uit de steden die het vermogen hebben om korte lijnen te hebben en dingen aan elkaar te knopen. Ik ga afronden. Ik denk dat, je kunt dit niet zo goed zien, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is, het is al een paar keer gezegd, dat we die schuldenproblematiek, die dus heel dicht op uw werkterrein ligt, of daar zelfs of juist een onderdeel van uitmaakt, dat die als het ware in het front brengen van die veranderingen. Want hier komt eigenlijk alles samen. Als we die schulden op een of andere manier beter kunnen, ja, betere omgang mee kunnen vinden, dus al die principes, dan ontlasten we ook daadwerkelijk de zorg van die sociale wijkteams. De sociale wijkteams zijn nu voor 80% bezig met financiële problemen of met problemen van de landelijke bureaucratie of van de belastingdienst om die in kaart te brengen en mensen weer op een of andere manier in het gereel te brengen. Als we daar dus een slag in zouden kunnen maken, dus expertise aan zouden kunnen toevoegen of mensen makkelijker de weg kunnen wijzen of zouden kunnen investeren in de schuldhulpverlening, maar dan goed, hè, dan zouden we een enorme ontlasting hebben. De maatschappelijke kosten van die schulden zijn enorm hoog. Dus als we daar op een of andere manier winsten kunnen boeken, dan is het dus ook economisch een business case of een goed verdienmodel of die dingen, zoals die dingen tegenwoordig allemaal beargumenteerd moeten worden. Je ziet juist ook in die schuldenproblematiek die tegenstrijdige regelregimes. Je ziet juist ook in die schuldenproblematiek de mogelijkheid om artikel 16 of al die andere artikelen toe te passen. Om die vrijheid als het ware beter te pakken. En je ziet eigenlijk dat het ook mogelijk is om nieuwe vormen van vereffening te doen. Mensen hebben schulden, mensen zitten in de financiële problemen, hebben een laag inkomen, maar misschien kunnen ze met hun maatschappelijke prestaties toch iets doen om die schulden te minimaliseren of op een andere manier af te betalen. Dat zijn denkwijzes die bij dit kader van die decentralisaties horen. We moeten uit die oude formats komen en mensen in positie brengen dat ze daadwerkelijk hun eigen kracht of hun eigen vermogen kunnen tonen om hun problemen uit te brengen. Dus je hebt ook nog eens het gerichte doel van het armoedebeleid. Een van onze punten van het armoedebeleid is natuurlijk dat het eigenlijk altijd een soort subsidie was voor de armen. Of ze krijgen toegang of korting bij een culturele voorziening. Of dat was altijd eigenlijk ingewikkeld, heeft nooit geholpen. Maar als we het armoedebeleid echt op schuldenproblematiek zouden kunnen toespitsen, dan heb je ook een gericht doel met gerichte mensen en gerichte rugnummers. En zou dat dus eigenlijk een enorme voorwaarde zijn, eigenlijk voor het eerst dat we, ja, effectief armoedebeleid zouden kunnen realiseren. Ik vind dat we verhalen moeten vertellen. Ik vind het eigenlijk een minpunt van de organisatie van het congres, als ik zo onbeleefd mag zijn als de laatstgenodigde gast om daar toch iets over moeten zeggen, dat die hele problematiek, die enorme operatie van die wijkteams, wat je daar ook van kan vinden, en wat er ook gebeurt, en alle diversiteit, en de toevoeging van de capaciteit en de vermogen en de professionaliteit van mensen die werken bij de dienst werk en inkomen, dat het eigenlijk geen agendapunt is. Ik heb niet een workshop kunnen ontdekken waarin dat nog eens even goed uitgevogeld wordt. Terwijl dat eigenlijk wel, hè, die wijkgebonden manier van werken, er staat wel iets in, maar niet echt fundamenteel over hoe we daarop met elkaar reageren. Nou, wij zijn daar, en ik zie Pieter al staan, wij zijn daar naar op zoek. Die verhalen die wij dus in onze rubriek, zeg maar, op sociale vraagstukken, nabij is beter, elke 2 weken ook naar bezoeken en plekken waar wij dan als een soort mini social lab, als een soort 3D-lab, een tijdje rondlopen, proberen als het ware, ja, van onderop die verhalen tot kleine micro-analyses te maken. En ik weet niet wat staatssecretaris, ik heb begrepen dat dit allemaal opgenomen wordt. Dus we maken er een DVD van en die sturen we haar toe. En ik denk dat ze zeker haar voordeel daarmee zal doen. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga even de laatste vraag, want we hebben heel weinig tijd voor interactie met de zaal. Maar ik ga 1 vraag stellen. En dat is namelijk niet die examenvraag van wisten jullie wel of artikel 16 bestond. Die gaan we niet doen. Jammer. Dat is echt, wat we wel gaan doen is dat ze zeggen van, uiteindelijk die verbinding met sociale wijkteams. Is er iemand die zegt van, nou ja, eigenlijk bij ons gebeurt het heel goed. Er is dus geen workshop voor. Maar ik ga even vragen van wie zegt van, nou, bij ons is er een hele goede organische verbinding tussen het domein van werk en inkomen en het domein van de sociale wijkteams. Wie? Ja, u? Kom even staan. Ja? En wie nog meer? Daarnaast? Oké, en wie nog meer?
Dat zijn er dan twee. Ja, dan gaan komen we al meer vingers. Ja, er komen heel meer voorzichtig. Vingers. Heel voorzichtig. Ja, u ook. Gaat u maar staan. Heel goed. Dan gaan we een bijzonder moment hebben. Namelijk, Jos en ik gaan even op de knieën. En vragen, wilt u met ons lunchen? Pieter, ja? je hebt net al een artikel ingetrokken. Ja. En dan moet ik ook nog op de knieën. Hey. Maar goed, oké. Okay. Namens Jos ging wel gezegd, want dan kunnen we uitwisselen. Want dat is eigenlijk wat er op het congres weinig aan de orde komt. En dan kunnen wij zeggen, nee, maar op welke manier zou dat kunnen? En dan rapporteren wij dan later weer over. Ja, dat doe jij. Jij gaat nog wel vertellen aan al deze mensen dan wat daar uitgekomen. Ja, dat gaan we doen. Dank jullie wel. Ja. Het is Jos van der Lans. Dank je wel.